Je zit hier TX 410. Hij staat al aan omdat de accu dood is. Je hebt niet door stond het schuifje. Hiermee kun je hem kantelen links of rechts om. En die andere is om omhoog te tillen. Je hebt 4x4. 3 pittetjes. 40 pk. Loopt mooi zuinig. Loopt ook mooi rustig. En niet uitvallen, anders krijgen we hem niet aan. Hiermee controle je dat ding. Iets meer gas, de pinkel gaat links en rechts. Doen we iets in min. Zo meer gaat hij naar beneden met deze. Hij is relatief sterk. Hij trekt de trekker voor hem op. Dus dat is relatief sterk. Als je hem kijkt, hier heb je nog een paar dingetjes. Dit is voor de snelsbak. Die heeft 3 vooruit. En 1 achteruit, die zit rechts achterin. Dan heb je nog een hoog laadviering, dat is 4x4 sper. Nou, dat zijn de remmen. Goed gas, druk hoor. Rocky, aan de achterkant, de achterkant met de achterhef. Die zit nu aan een sneeuw, aan een zoutstrooitje. Het zoutstrooitje ziet er ook nog relatief goed uit. Je kunt er ook kunstmest volgens mij in doen. Dat werkt ook wel. Een beetje roest her en der, maar niet niks te gek eerlijk gezegd. Het ziet er nog relatief goed uit voor zijn leeftijd. Hij is al ruwe 30, 40 jaar oud natuurlijk. Het is een drieflens met de fietsmotor. Het is een druk. Oké, het is gewoon een vooruitje. Ik weet niet of ik in de hoogte ging. Maar zo rent hij, rent ook gelijk. Achteruit. Rent. Dan heb je natuurlijk ook nog de laaggiering, dan moet je hem naar je toe halen. Nu ben je in vooruit en dan gaat hij een stuk langzamer. Dat kun je ook wel zien. Achterhefje. Dat werkt ook wel. Kom wel opnieuw. Zo sprooi werkt ook, alleen ik wil geen zout op de straat hier hebben. Maar die zet je aan met dit ding. Maar dat is de koppeling, dat heb je op zijn gebruik. Stuur. Stuur is mooi, soms speling. Stuur gelijk. Verder, ja. Rook bijna niks. Of ook helemaal niks. Alleen als je iets gas geeft. Super, nou wel een redelijk goed, eerlijk trekkertje. Waar je nog veel plezier van kan hebben.